Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Voordat je verder gaat kijken, wil ik iedereen even vragen een duimpje omhoog te geven. Abonneer je. En heb je nou nog vragen, stel ze even in de reacties en dan gaan wij voor jou aan de slag. Vandaag ga ik laten zien hoe je een magnetron op de allersnelste manier schoon kan maken. Geloof me, het is makkelijker dan je denkt. Nou, zoals je kan zien is de magnetron hartstikke vies. En het enige wat je voor deze truc nodig hebt is eigenlijk een schoon vaatdoekje. Die ga je een klein beetje vochtig maken. Doe je een heel klein drupje met afwasmiddel op. En die doe je vervolgens 30 seconden in de magnetron. Kijk maar eens mee. Ja, nu. Het vocht in de theedoek zal ervoor zorgen dat er stoom ontstaat en dat alle vuilrestjes loslaten, waardoor je het straks in één mooie vloeiende beweging zo schoon kan maken. Dus als je ziet komt er een klein beetje stoom uit. Even voelen dat het niet te warm is, je wil natuurlijk je vingers niet branden. Kijk maar eens mee. Op het moment dat je je doekje er langs haalt, zal het als sneeuw voor de zon, zullen alle vieze vlekjes en dingetjes zullen verdwijnen. Mocht het nou de eerste keer niet werken, doe je dan gewoon nog even 30 seconden erin. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan de hardnekkigheid van de vlek. En ik hoop dat ik jullie hierbij genoeg heb geholpen. Vond jij deze video nou leuk? Abonneer je even. Heb je nou nog een vraag? Stel ze even in de reacties. Dan gaan wij voor jou aan de slag. En dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig.